afgelopen editie van Facts kreeg een speciale gast over de vloer. Niemand minder dan Baywatch-ster David Hasselhoff was aanwezig om fans van peperdure handtekeningen en selfies te voorzien. Reporter Riley ging op zoek naar de wereldster, al liep dat niet van een leien dakje. Weet u waar David Hasselhoff is? Farzin is een Afghaanse jongen van 16 die al 1 jaar verblijft in de abdijschool van Dendermonde. De begeleiders van Fet Asiel doen hun uiterste best om voor mooie momenten te zorgen. Daarom trokken ze met de jongeren voor 1 dagje naar Bobbejaanland. De recente Amerikaanse verkiezingen waren een van de spannendste uit de geschiedenis. Maar hoe goed kennen we het systeem eigenlijk? En hoe heeft Donald Trump de overwinning kunnen binnenrijven? 2 jongeren nemen ons bij de hand en leggen het kiessysteem nader uit. November is altijd al een belangrijke maand geweest. John F. Kennedy werd neergeschoten, het graf van Tutankhamon ontdekt, Nederland voerde het minimumloon in en wij hebben, zoals elk jaar, de boekenbeurs. Deze 16e editie richtte zijn pijlen op kinderen en heeft alles in huis om het ouders gemakkelijker te maken tijdens hun zoektocht naar literair plezier. Terwijl kaarsjes worden uitgedeeld, signeren Geronimo en Mark de Bel hun bestsellers. Voor de grote honger zijn potjes kipcurry voorzien. En voor dessert kan je terecht bij de ijskraampjes. De boekenbeurs steekt veel moeite in het entertainen van hun kleinste bezoekers, maar het blijft natuurlijk ook een boekenwinkel. De kinderharten breken door de hartverscheurende keuzes tussen K3 of Boomba. Weggaan zonder iets te kopen is echter ondenkbaar, maar gelukkig krijgen vele kleintjes na een traantje toch nog die tweede keuze. Ik weet het niet, een kasteel of zo. Altijd Lego, ik ben een enorm fan geweest van Lego. En sowieso Nintendo-spelletjes en andere games voor op computer. Altijd zo van die gezelschapsspelletjes, dat deed ik graag, dus daarom. Wat op je lijstje stond was eigenlijk altijd een Barbie-pop en... Een paard! Mag ik hier eens even een paard, ja? Wij maakten altijd zo'n tekening met zo'n zak. En dan daar dan zo knipsels van spelletjes in knippen. Allee, opplakken dan, ja. Sparen. Heel lang sparen. En je had ook wel, dan kon je bonnetjes sparen bij de winkel. En als je dan heel lang gespaard had, dan kreeg je daar misschien wel 2,50 gulden toen nog voor. Gezegd aan mijn ouders. Ja, ik had geen geld om dat te kopen, dus ja. Misschien zoiets in het huiswerk. Voor mijn moeder of zo, of helpen met de was of zoiets.